De Rotterdamse gemeenteraad is voorstander van het kinderpardon. Dat is een nieuwe wet die ervoor zorgt dat jonge asielzoekers na 8 jaar in Nederland te hebben gewoond niet alsnog kunnen worden uitgezet. Rotterdam sluit zich daarmee aan bij meer dan 100 andere gemeentes in het land die minister Leers oproepen de nieuwe regeling te steunen. Op Rotterdam-Katendrecht zit al 7 jaar een steunpunt voor illegalen die in Rotterdam verblijven en hulp nodig hebben. Theo Miltenburg van het steunpunt komt tijdens het wekelijkse spreekuur regelmatig in contact met kinderen die na lange tijd Nederland alsnog moeten verlaten. Er zijn allerlei onderzoeken geweest vanuit de orthopedagogen dat het voor kinderen funest is als ze na een tijd hier geweest zijn weer terug moeten keren naar een land wat ze vaak helemaal niet kennen. Zo'n 100 kinderen in Rotterdam zouden volgens Miltenburg binnen het nieuwe kinderpardon vallen. De wet is er nog lang niet, maar de steun neemt toe. De petitie is op internet door ruim 128.000 mensen ondertekend. En ook veel gemeentes sluiten zich nu aan. Er zijn meer dan 100 gemeenten die oproep doen. Rotterdam sluit zich nu ook aan. Amsterdam heeft zich aangesloten. Daar kan de minister wat mij betreft niet omheen. Als de grote gemeentes hierachter staan, ja, wat moet de minister dan nog? Het zijn natuurlijk ook de gemeentes die tegen de problematiek aanlopen. In het wetsvoorstel komen illegale kinderen in aanmerking voor het kinderpardon als ze 8 jaar in Nederland zijn, asiel hebben aangevraagd, onder de 21 zijn en voor hun 10e naar Nederland kwamen. Kritiek op de regeling is er ook, onder andere van de Raad van State. De wet zou oneerlijk zijn en willekeur bevorderen. Maar voorstanders zijn het daar niet mee eens. Het kinderpardon moet voorkomen dat je per individueel geval gaat bepalen en een hele discussie gaat houden wat heel pijnlijk is voor zo'n kind. In het bijzonder, een kinderpardon moet het voor al die kinderen in 1 keer regelen. Het zou een gigantisch goede oplossing zijn, ja. Binnenkort praat de Tweede Kamer over het kinderpardon. Het vaste personeel van Qbuzz is zeker van een nieuwe baan bij de RET. Het OV-bedrijf verloor gisteren samen met Connection de strijd om het regionale busvervoer. Vanmorgen kwamen de chauffeurs bij elkaar. Het voelt als onrecht. De 250 chauffeurs van Qbuzz zijn bij elkaar op de vestiging in Ridderkerk om hun verdriet te delen. Het busbedrijf is tot 2 maal toe uitgeroepen tot meest klantvriendelijk. En toch moeten ze stoppen. In het begin zaten we van, we hebben nog geen bericht. Iedereen een beetje druk. En toen kregen we dan bericht op display. En toen was het helemaal stil. Van hoog tot laag, iedereen deelt hierin de smart. Qbuzz moet in december het busvervoer afstaan aan de RET. Maar die wonden zitten. Die moet ook een beetje helen. Dat hoort ook bij volwassen zijn. En een volwassen bedrijf, je wint en je verliest. Maar het doet wel verrekte zeer. Uitzendkrachten vrezen straks als eerste op straat te staan. Nog 9 maanden en dan zit ik thuis en dan is het 3,5 jaar bedankt, Qbuzz. Vanaf december zit al het vaste personeel gegarandeerd in RET-uniform op een RET-bus. Dan is het meest klantvriendelijk OV-bedrijf overgenomen. Dit pareltje krijgen zij nu in de aanbieding. Ik zou zeggen, kijk eens even af wat Qbuzz nou gedaan heeft en hoe ze het doet. En importeer dat nou eens binnen het busbedrijf van de RET. En dan hebben ze denk ik een hele goede deal gedaan. Ik denk dat niemand het verwacht had dat het toch RET zou worden. Ze hadden toch allemaal meer verwacht dat het Qbuzz zou worden. Oké, nou. Gewoon dacht. Ik word gefotografeerd, dus ik wou heel mooi zijn. Nou, en dat is zo hoor. De regio leek vandaag verdeeld in 2 kampen. Degene die aan het werk was, terwijl de zon volop scheen. En degene die de deur open kon gooien en naar buiten kon. Morgen is het mooie weer voorbij, maar vandaag leek binnenblijven eigenlijk geen optie. Lekker weer betekent voor de tuiners van Tuinenvereniging Terbregge maar 1 ding, naar buiten. Niet alleen om koffie te drinken, maar ook om te werken. In de winterperiode dan gaat alles dood en dan valt het uiteraard op de grond. En dan halen we alles van de grond en we halen al het onkruid weg, zodat we weer voor een nieuw seizoen klaar zijn. Er moet ook genoten worden en dat gebeurt in korte broek. Ik denk nou, ga het eens proberen. Het kan wel hè? Ja hoor, het is al een graad of 15 denk ik. En lekker uit de wind. Nee, ga prima zo. Voor wie niet wil werken, maar alleen wil genieten, is er altijd nog het terras. Ja.
Is dit jullie eerste terras dit jaar? Ja, nee, ja. Nee, van het weekend op het strand. En voor jou? Ja, voor mij wel, eerste keer. Dus meteen ervan nemen. Zit je nou huiswerk te maken? Ja, jammer genoeg wel, hè. Wat moet, dat moet. Toen zag ik me altijd. Maar dit biertje, is dat ook voor jou? Nee, dat is niet voor mij. Dat zou geen combinatie voor mij zijn, toch? Beetje alcohol en huiswerk. Een beetje te veel van het goede, toch? En wat voor huiswerk is het? Dat is Duits. Dat is nog het zure. Dat maakt het extra erg. Ja, zeker. De dode man die in december van het vorig jaar in een bedrijfspand in Barendrecht werd aangetroffen, was een hennepdief. Dat bleek vanmiddag op de Rotterdamse rechtbank, waar twee verdachten moesten verschijnen. Op 12 december 2011 werd het lichaam van een 52-jarige man uit Papendrecht aangetroffen in een pand aan de Brugge in Barendrecht. De politie stuitte ter plaatse ook op een hennepkwekerij. Een dag later meldden zich twee mannen bij de recherche. Een van hen bekende te hebben geschoten. De rechter bepaalde vandaag dat beide verdachten voorlopig blijven vastzitten. Op de redactie rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Paul, een bekentenis. Dan denk je, nou, zaak opgelost, maar niets is minder waar. De politie gelooft hem niet. Die zegt, het is misschien een valse bekentenis. Wat is nou zijn verhaal? Die man die zegt, ik had daar zelf een illegale kwekerij in dat pand. Op een nacht hoorde ik gestommel, hè, want ik sliep daar altijd om het te beschermen. Toen ben ik naar boven gegaan, toen kreeg ik eerst een klap op mijn kop. En toen heb ik onmiddellijk geschoten en dat leidde tot het dodelijke slachtoffer. Nou was er nog een tweede hennepdief, een tweede inbreker. Die is gevlucht en die is er ook naar de politie gegaan. En die heeft gezegd, nee, dit is niet de echte schutter. Het was een ander, de tweede verdachte, die ook vandaag terecht stond. En die geloven dus de hennepdief en niet de man met de bekentenis. Nou, de advocaat van de bekennende man die zegt, ja, ik weet eigenlijk niet wat me overkomt. Ik kom al 20 jaar op de rechtbank in Rotterdam. Elke keer kom ik hier vertellen dat ik alleen maar onschuldige cliënt heb. Dan heb ik er eens eentje die bekend en dan gelooft de politie hem weer niet. En justitie, Paul, heeft eerder al bevestigd dat deze man die zegt te hebben geschoten lid is van de motorclub Satudara. Is daar meer over duidelijk? Er is vandaag niet heel veel over gezegd. Wat we weten is dat deze man lid is of lid is geweest van Satudara. En dat kun je bijvoorbeeld afleiden aan een tatoeage. Hier zo in de halsstreek van een Indiaan. Dat zou dan kenmerkend zijn voor leden van die omstreden motorclub. Nou is er nog een derde verdachte. Die is onlangs in Spanje aangehouden. Die wordt volgende week uitgeleverd aan Nederland. Die zou ook banden hebben met Satudara. En er is nog een getuige, een bekende van de verdachte. En die willen ze ook verhoren, maar die zegt niks, want die beroept zich op de zogeheten Satudara-eet. Nou ja, heeft de motorclub hier nou iets mee te maken met deze dodelijke schietpartij of met de hennepkwekerij? We weten het niet. Het kan ook toeval zijn. Over 3 maanden, ja, dan gaat de zitting weer verder. Misschien dat dan meer bekend wordt. Dankjewel, Paul Verspeek. Basisschool De Margriet in Rotterdam kreeg vandaag bezoek van de Engelse fotograaf Julian Germain. Hij kwam langs om foto's te maken voor zijn project Classroom Portraits. En daarvoor klopt hij aan bij lagere en middelbare scholen over de hele wereld. Een tijdsdocument van het alledaagse. Daar lijkt het Julian Germain om te doen in zijn Classroom Portraits. Iets wat overal anders is, maar toch ook weer hetzelfde over de hele wereld. Kinderen op school. If you look at my work, I have projects which are about just simply life. You know, because you know, you switch on the news and dramatic things happen. Well, the reality is that dramatic things happen very rarely in our lives. And the experience for a child is that school is what they do. It's almost like a universal experience that we all are familiar with. Om iedereen op de foto te krijgen zonder het gevoel van de les te verstoren, bouwt Germain de klas een klein beetje om. Hij zet iedereen op zijn plek om zo een document voor de toekomst te maken. The idea is that this is a kind of documentary record and that in 50 or 100 years time people will come back to this archive and they'll see what school was like. Een deel van zijn fascinatie komt voort uit de onzekerheden en de mogelijkheden die kinderen hebben. You get a bunch of children like this and in 20 years time it could be that one of them is already a millionaire. It could be that another one is in prison for committing some awful crime. The strong likelihood is that at least one of the children we've just photographed will have died, either in a car accident or within the next 20 years, you know. Een rare gedachte, maar misschien wel waar. Vandaag is het voor kinderen op de Margriet in ieder geval vooral interessant. Nou, ik vond dat het wel prima deed. We moesten een beetje stilstaan en zo. Leuk. En misschien zijn er ook wel een paar fotomodellen bijgekomen. Gewoon, ik dacht, ik moest gaan fotograferen, dus ik wou heel mooi zijn. Dus je lijkt wel op een citroen. Maar dan wel een lekkere citroen.
Als het maar niet te zuur is. Ik ben wel een beetje zuur, maar ik valt wel mee. En wie de foto van vandaag wil zien, kan vanaf 2 juni terecht in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, waar een expositie is van de Classroom Portraits van Julian Germain. Vandaag, 15 maart, is het precies een jaar geleden dat de Syrische bevolking in opstand kwam tegen het regime van president Assad. De betogers vragen om politieke hervorming, maar de regering zet hard in om de gewapende opstand neer te slaan. In Rotterdam komen kunstenaars, politici en Syrische Nederlanders regelmatig bij elkaar om te protesteren. Zo ook, uiteraard ook, vandaag. Letterlijk een schreeuw om aandacht op het grote kerkplein in het centrum van Rotterdam. Een relatief kleine opkomst van voornamelijk Syrische Nederlanders die van zich laten horen. Want zo kan het in Syrië niet langer doorgaan. De ziel is dicht door het regime. Echt slecht. Wij zien heel te weinig, heel te weinig. Als je gaat horen wat gebeurt hier daar, de kinderen van 1 of 2 jaar gaan overleden, de geschieten, en dus, ja, het regime. Dat denkt je alleen aan de bloed, zeg maar, alleen de bloed. Het is heel pijnlijk, want wij staan niet voor het regime, dus wij zijn ja, onderdrukking mensen. Het is een hele triest wat daar gebeurt. Niet te beschrijven eigenlijk. Door middel van een ontmoetingsruimte en een kunstexpositie willen de actievoerders het drama in Syrië bij Rotterdammers verder onder de aandacht brengen. De wereld zwijgt. Ja, we horen veel praatjes, maar praktisch zien we niet veel. Dus dat is wat we nu echt willen. Het is natuurlijk belangrijk dat we weer herdenken dat het is begonnen en dat wij nog steeds met het volk in Syrië staan. En ook voor ons, de Syriërs hier, is het belangrijk dat we toch voelen dat we toch samen één zijn en dat we elkaar hebben hier, zeg maar. Vanavond gaan leden van onder andere de PvdA en de SP met elkaar in debat over de toestand in Syrië. VMBO- en MBO-leerlingen die nog niet weten wat ze later willen worden, kunnen tot en met zaterdag terecht in Rotterdam Ahoy. Daar vindt het grootste loopbaanevenement van Nederland plaats. Op de beurs treffen bezoekers stands aan van opleidingen en bedrijven die zoveel mogelijk zieltjes proberen te winnen voor hun vakgebied. Voorgaande jaren heette het evenement Skills Masters. Scholieren lieten tijdens deze beurs met vakwedstrijden zien hoe goed zij hun vak beheersten. Dit jaar is het evenement in een nieuw jasje gestoken en uitgebreid met een job-event en een studiebeurs. Op de studiebeurs staan meer dan 70 opleidingen met informatie. Je hebt leerlingen die eigenlijk heel goed weten wat ze willen. Die denken, ik wil naar de Stoas Hogeschool en ik ga daar mijn opleidingsinformatie halen. Maar er is ook een hele grote groep die het eigenlijk niet weet. En het is ook heel moeilijk, want er is zoveel keus. Ze kunnen hier informatie vinden over verschillende opleidingen, maar ook zich oriënteren van wat houdt het in als ik in een bepaalde branche ga werken. Wat heb je nou gemaakt? Ik heb haargel gemaakt. Je kunt makkelijk kijken in welke richting je zou willen. Je kunt heel veel leuke vragen stellen, ook goede vragen van wat houdt het werk in en wat moet je doen en zo. Het grootste onderdeel van de beurs blijft Skills Masters. Daar strijden leerlingen van verschillende beroepsopleidingen om de beste te zijn in hun vak. Cindy Collet volgt in Rotterdam de opleiding voor schoonheidsspecialisten en dingt mee naar de titel. Cindy had geen beroepenbeurs nodig om te bedenken wat zij wilde worden. Vroeger was het altijd al zo dat ik dat heel leuk vond om aan mensen make-up te doen en te epileren en noem maar op. Dat vond ik allemaal leuk. De jury bekijkt de handelingen van de deelnemers nauwkeurig en is tevreden met het niveau van de leerlingen. Netjes, goed. Ja. Ja. Worden goed opgeleid. De winnaar van de vakwedstrijd wordt zaterdag bekendgemaakt. En wie weet is het Cindy wel. Het zou leuk zijn, maar als je niet wint, ja, het is toch wel een eer om hier te zijn. En ook een eer om Dennis van Eersel weer te treffen op de redactie. Vandaag, Dennis, wat sportnieuws betreft, mooi bericht voor Bart Schenkeveld. Want hij mag langer voor Feyenoord spelen. Ja, de club heeft de optie in zijn contract gelicht. Bart Schenkeveld speelt daarom tot en met de zomer van 2013 voor Feyenoord. Op papier dan in ieder geval, want dit seizoen maakt hij nog gewoon af bij Excelsior. Daarna keert hij terug in de Kuip. Bart Schenkeveld kent in zijn carrière veel blessureleed. En om weer ritme op te doen, mag hij dit seizoen spelen bij Excelsior. Zijn contractverlenging vandaag bij Feyenoord is voor hem dan ook een enorme opsteker. Ja, tuurlijk, het is heel mooi. En ik heb daar ook gewoon heel lang gevoetbald. Dus het is voor mij, het is mijn clubje. Dus dat is alleen maar heel mooi dat ik terug kan.
In de Kuip geloven ze in zijn droom en een eventuele toekomst van Bart Schenkeveld in het eerste elftal van Feyenoord. Hij is fysiek sterk, hij is snel, is een moderne verdediger, duelsterk en heeft ook nog een hele behoorlijke opbouw en voortzetting. Nou, toen we dat met elkaar allemaal geconstateerd hadden, was het eigenlijk niet zo moeilijk om de optie te lichten en Bart volgend jaar terug naar Feyenoord te halen. Dit seizoen maakt Schenkeveld dus nog af bij Excelsior, waarmee hij komende zaterdag speelt tegen Roda JC. En dan brachten wij gisteren het nieuws dat het erop lijkt dat FC Dordrecht geen nieuw stadion gaat krijgen, Dennis. Omdat de business case niet aan de eisen van de gemeente Dordrecht voldoet. De club heeft gereageerd. Ja, FC Dordrecht is duidelijk niet blij met dat bericht. In tegenstelling tot de geluiden die ons bereiken vanuit het Dordtse stadhuis, gelooft voorzitter Ad Heijsman van Dordrecht er nog altijd heilig in dat dat nieuwe stadion voor zijn club er komt. Het gemeentebestuur en het bestuur van FC Dordrecht weten wat er aan de hand is. We hebben een plan ingediend. Ja, we hebben een business case ingediend van 100 zoveel pagina's. En er zal best wel hier of daar een pagina waarvan je zegt van nou, dat is voor nuances dat vatbaar. Dat kan je verbeteren, dat kan je veranderen. Nou, in dat stadium zitten we met de gemeente. En nogmaals, het feit dat ik verklaar dat het plezierig is geweest en dat we samen met de gemeente eruit willen komen, betekent dat het stadion nieuw stadion pertinent niet van de baan is. Ja, het nieuwe stadion van FC Dordrecht. Het verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje. We wachten het af. Dankjewel, Dennis van Eersel. Chutney, jam, lumpia's. Het is nog maar een greep uit de gerechten die sinds een jaar of twee uit de wijkkeuken van Zuid komen. Er wordt gekookt in het gemaal bij het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. En het idee achter de wijkkeuken is dat vrouwen hun huis uitkomen en meer contact leggen in de wijk. Bovendien leren ze een eigen zaak op te zetten en dat lijkt aardig te lukken. Een van de vrouwen die in de wijkkeuken van Zuid haar droom probeert te verwezenlijken is Warzana Haider. Mijn doel is mensen blij maken met mijn eten. En ik word ook blij als mensen worden blij met mijn eten. En mijn doel is voor mezelf iets te beginnen, werken of zoiets. En hier krijg ik veel ervaring en leer ik heel veel. Ze maakt vandaag het Pakistaanse gerecht chutney. In de wijk staat ze erom bekend. Wijkkeuken is mijn tweede keuken. En ik kom hier met heel plezier. En kook ik samen met andere vrouwen, andere culturen en achtergrond. En leren met elkaar. Farzana leert hier hoe ze met haar chutneys een eigen cateringbedrijf kan opzetten. De wijkkeuken werkt ook al als catering. Hier worden de multiculturele hapjes gemaakt voor verschillende bedrijven onder leiding van chef-kok Lisa Goudswaard. Ze kunnen goed samenwerken en ze kunnen ook goed zelfstandig werken. En ik leer ook veel van ze. Dat is zo leuk. Want ik ben toch gewend, want als je met mensen leert koken of omgaat, dat ze met weegschalen en alles goed regelen. En zij gaan werken vanuit hun hart. Dus ja, dat is precies van, wat nou weegschaal? Gewoon doen, weet je wel. Gewoon traditie. Dus dat is ook wel leerzaam. De wijkkeuken van Zuid wordt mogelijk gemaakt door de organisaties Free House en Cosmopolis Rotterdam. En die hebben er dus voor gezorgd dat even verderop in de straat nu Suzy Season Cake zit. Deze taartenwinkel is de uitgekomen droom van Suzy Catalina. Taartenbakken is los van een passie, is dat gewoon mijn verslaving. In principe. Ik kan geen ene dag zonder taarten bakken. Dankzij de wijkkeuken kon Suzy haar winkel beginnen. En ze werkt nog vaak met de wijkkeuken samen. Voor de catering verzorgt zij meestal de toetjes. Zij hebben mij een beetje ingestuurd van hoe je dat allemaal hier in het wijk kan opzetten. Ik heb heel veel steun gehad en heb ik nog steeds van Freehouse en de wijkkeuken. We werken samen, we zijn gewoon een team. Ik vind het heel fijn om met verschillende culturen te werken. Daar leer je ook heel veel van. Ja? Daar leren ze van mij ook, want ze zien mijn werk ook als een kunst. Dus dan vinden ze altijd in de zin van, ja, wat ben je aan het doen en wat ga je doen? En dan vind ik van hun ook van, ja, hoe proef dat? Ik wil best wel proeven. En dat vinden wij heel gezellig, samen van gedachten en cultuur wisselen. Ja. Ja? Dus ik vind het gewoon hartstikke leuk om te doen. En wanneer begint u uw eigen zaak?
Dat weet ik nog niet. Ik weet niet. Nee, ik ben nog niet zeker. En straks, na het uitgebreide weerbericht, praten de kottervissers van Goeree over Flakkee. Niet over eten, maar vooral over geld. Het is natuurlijk gewoon vaak ook een familiebedrijf. En als dat dan bij jouw generatie moet stoppen, dat is gewoon... Ik moet er niet aan denken. Er zijn zatbedrijven die hebben geen opvolgers. Die zijn nu vader, zoon en geen opvolger meer. Nou ja, waar moet je het dan nog voor doen? Zorgen van de visserman, zometeen in onze serie, gelijknamige serie. Tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Ik wens u nog een prettige dag verder.